Naaldkant en kloskant zijn zeer arbeidsintensief en daardoor ook zeer duur. Dan komt de industriële revolutie. Kant was economisch zo belangrijk dat er al eind 18e eeuw een machine wordt gecreëerd om machinaal kant te produceren. Die wordt in de 19e eeuw gesmokkeld vanuit Engeland naar Frankrijk. Ja, als je het kanaal oversteekt, dan beland je in Calais. Later komen er ook dergelijke machines te staan in het Franse Caudry. Calais en Caudry zijn tot op de dag van vandaag de plekken waar de absolute topkant wordt geproduceerd. Maar er zijn kapers op de kust, want in China wordt die Franse kant gekopieerd en veel goedkoper nagemaakt. En dat zou wel eens het einde kunnen betekenen van de Europese kantindustrie.